Goedenavond allemaal. Keihard bedankt om te komen. Ik vind het fantastisch om te zien. Een zaal vol mensen met een autisme-spectrumstoornis. Allemaal mensen die hebben aangegeven dat ze niet graag met veel volk in één ruimte zitten en geen prikkels kunnen verdragen. Het wordt een topavond. Maar ik ben wel zeker dat hier geen N-VA-kiezers zitten. Want niemand heeft hier een boodschap aan de kracht van verandering. Ik hoop ook dat je in het begin hebt gehoord dat ik zei autisme-spectrumstoornis. Ja? Dat is omdat autisme niet allemaal hetzelfde is. Ik weet dat er een heel spectrum bestaat. Ik weet dat, rustig. Maar ik ga regelmatig gewoon autisme of ASS zeggen in plaats van autisme-spectrumstoornis. Want als ik elke keer autisme-spectrumstoornis moet zeggen als ik autisme-spectrumstoornis bedoel, dan ga ik het een lange avond worden. Ja. Dus doe daar niet autistisch over, dat is al lang. En ik wou mij voor dit thema natuurlijk ook wat inlezen, dus ik heb dan zoiets in Google ingetypt ASS. Jongens, ik ben daar toch van verschoten. Zo. Ik heb toch een heel ander beeld gekregen van ASS. Ja, maar ja, ik wist niet dat er zoveel verschillende soorten ASS waren. Ik had Asian ASS, Black ASS, fucking teens in die ASS. Ja, ze mee, hè. En hij stond uitleggen, schitterend. Dank u, dank u. Het was niet gemakkelijk om grappen te schrijven voor vanavond, hè, want ze zeggen wel eens dat mensen met autisme moeite hebben met humor. Op dat gebied kan ik jullie wel geruststellen. Mensen met humor hebben het ook moeilijk met autisme. En ik weet dat jullie veel belang hechten aan een duidelijke structuur, dus dan dacht ik, ja, misschien moet ik alle moppen alfabetisch vertellen. Dan dacht ik, nee, dat gaat ook niet, want dan moet ik met al mijn anale moppen beginnen en dan wordt het te smerig. En mijn vrouw weet dat ook niet graag, dat ik moppen maak over anale seks. Op dat gebied heeft hij een beetje een autisme-rectumstoornis. Jullie hebben het ook moeilijk met mimiek of intonatie. Op dat gebied kan ik ook iedereen geruststellen. Van mijn intonatie gaat er niet overprikkeld geraken. Mensen denken zelfs vaak dat ik autisme heb. Dat is echt, ja, omdat, ja, Bart is al aan het knikken. Ja, ja, ja. Maar dat is niet waar, hè. Dat is gewoon omdat mijn lichaamstaal die volgt mijn gevoelens niet. Ik kan van binnen kei gelukkig zijn, maar langs buiten zie je dat niet. Deze is bijvoorbeeld gelukkig bij mij. Amai, ik ben gelukkig. Verdrietig. Amai, ik ben verdrietig. Deze is klaarkomen. Houd u vast. Hoppakee. Als je meer van Taboe wilt zien, dan moet je naar VRT nu. Dan moet je gewoon hier klikken. Hier. Doe maar rustig, ik heb tijd.